bij volle maan, want dan sluipt Makoel de tijger in het rond. Help, een smurfetende tijger! Rustig maar, Brilly. Tovertijgers eten alleen maar toverprooi. Oh, gelukkig. Smurfen, Roenie. Dat noem ik nog eens een levendig verhaal. Doet hij dit elke avond? Nee, één keer per jaar komt de verteller van ver, heel ver, om zijn verhalen te vertellen. Mijn zusjes Amani en Aisha zijn dol op hem. Iedereen in het oerwoud is bang voor de gemene Makoel. Van het kleinste beestje tot de grootste. Makoel was de baas totdat hij op een nacht de echte koning van de jungle ontmoette. En de leeuw verjoeg de tijger voorgoed uit zijn land. Smurfen, toeters, die man brengt de verhaal pas echt goed tot leven. Goedkope trucjes. Kom mee, we gaan naar hem toe. Smurfen, Roo, wacht op mij. Even op mij. Kinderen zijn zo gauw tevreden. Kinderen, mijn neus. Ik wil hem ook ontmoeten. Ach, wat een prachtige dag om mijn allernieuwste boek te beginnen. Het oerwoudleven volgens Brilsmurf. O, Brilsmurf, ik heb je hulp nodig bij een heel belangrijke zaak. Ik ben zijn rechterhand, weet je. Wat is het grote, een soort van experiment? De toverkristallen, of wilt u alleen maar mijn wijze advies? Ik wil dat jij op Baby en de kleuters let, terwijl Bakari en ik en de andere smurfen kruiden gaan zoeken. Maar grote smurf! Uitstekend, Brilly. En je vindt het vast niet erg om ook op Bakari's zusjes te passen. Erg? Waarom zou ik ook? Grote smurf heeft jullie natuurlijk bij mij gelaten, zodat ik jullie iets kan leren. Jee, Brilly, we willen gewoon lol hebben. Nou, wat is lolliger dan het verhaal horen hoe ik, Brilsmurf, de slimste smurf van het oerwoud werd. Ik werd geboren. De tijd ging voorbij. Maar wacht, jullie willen natuurlijk van elke dag iets horen. Waarom hebben we eigenlijk straf, Suzette? We hebben geen straf, Aisha. Niet echt tenminste. Maar Brils en verhalen zijn gewoon zo, vervelend. En toen versloeg ik Brilsmurf met gevaar voor eigen leven. Eigenhandig de vreselijk gevaarlijke panter. Die viel zeker in slaap toen hij naar een verhaal van Bril luisterde. Hey Bril, ken je ook een goed verhaal? Zoals de verhalen vertellen. Zeg nou niet dat jullie zijn flutverhaaltjes liever horen dan mijn geniale verhandelingen, hè? Echt wel? Zeker. Zeker weten. Ik zal ze eens wat laten zien. Verroer geen vin, ik ben zo terug. Een klein beetje van het toverpoeder van die verhalenverteller zal van mij een briljante verteller maken. Het is een lange weg naar huis, maar ik weet wel iets om de tijd voorbij te laten vliegen. Nog een paar dingen en dan gaan we. Bemoei jij je er niet mee, dikbil? We gaan, James! Kijk, daar is de verhalenverteller! Tot ziens! Jullie hebben geluk. Brilsmurf is terug om jullie een verhaal te vertellen waar die verteller nog iets van kan leren. Moet dat nou echt? Alsjeblieft niet zeg! Ik wil spelen! Toen ik op een dag door het oerwoud liep, zag ik een gigantische gorilla. Wauw, fantastisch, Brilly! Zo, is het wel leuk! Kijk! Kijk, nu heb ik ze. Zo'n gorilla bedoelde ik niet! Oh nee, mijn verhaalpoeder is weg. Ah.
is Bril, Smurf? Ik ben een hele ongelukkige Smurf. Verhaaltje uit. Mogen we gaan spelen? Ja hoor, mijn leven is heen, maar gaan jullie maar lekker spelen. Geen zorgen, Brilly. De verhalen vertellen kan ons vast wel weer terugtoveren. Volgend jaar. Kom mee, baby. We mogen van Brilly gaan spelen. Jongen, grote Smurf zal heel boos zijn als hij ziet wat Brilly heeft gedaan met ons en baby en Aisha. Hé, waar zijn baby en Aisha? Geen paniek, geen paniek. Raak nu maar in paniek. We moeten gauw aan Bakari en grote Smurf vertellen wat er gebeurd is. Hé, wacht op mij. Ik kan zo toch niet blijven liggen. Mijn Bril, Smurf, hoe kan je zo stom doen? Mijn grote Smurf! Hou je mond er toch eens even. Baby en Aisha zijn in groot gevaar. Ja, en als de betovering voor vanavond niet verdwenen is, blijven die kleintjes er voor altijd zo uitzien. Maar ik ben te jong om voor altijd zo dik te zijn. Misschien kunnen Amani, Bril, Smurf en de kleuters op zoek gaan naar Baby en Aisha. En dan gaat de rest van ons proberen de verhalenverteller op te zoeken. Een uitstekend plan, Bakari. Opa, gaat u maar liever met Bril en de kinderen mee. Maar grote... Wegwezen, Brilly. Kom mee, Brilly. Ga maar met mij mee om zwaarwichtig te doen. Kom maar. We gaan die kant op, baby. Steken we hier over? Driftige, driftige, driftige. Dit is geen moment om je kop in het zand te steken. Ik was met een hele leuke man aan het praten. En die zei dat een rare cheetah en een giraf het water zijn overgestoken. Goed gedaan, kleine gevederde vriend van me. Hoe vinden we ze ooit in deze jungle? Sst, ik hoor iets. Misschien kan ik het daar beter zien. Alle apen, daar zijn ze. Alle smurfenkleintjes, jullie maken goed gebruik van je dierlijke vaardigheden. Hé, waarom heb ik eigenlijk geen speciale dierlijke vaardigheden? Die heb je wel, Brilly. We moeten alleen nog uitzoeken waar je goed in bent. Nou, Brilly, ik wist wel dat je ergens goed in was. Die kleine is zo gracieus als een gazelle. Waarom gaan jullie niet gewoon van mijn rug af? Ik heb hem! Jij hebt hem! En iets heeft nu mij! Smurferowski, die gemene slang knijpt Aisha en baby helemaal fijn. We moeten iets bedenken om die grote boa te stoppen. Daar hebben we iets heel groots voor nodig. Ja, iets heel groots. Waarom kijkt iedereen nou naar mij? Oh, ik heb mijn dag niet echt. Smurf, we horen niet te vliegen en Nijlpaard ook niet. Nu heb je je draai te pakken, Bril. Misschien houdt hij niet zo van Nijlpaarden. Nou, misschien ook wel. Kom, Sazette, dit is onze kans. Dit zal wel een einde maken aan de narigheid. Trek hem aan, Amani. Daar gaat hij. Ja, mijn briljante carrière wordt zomaar eventjes opgeslobberd. Ja, zeg dat wel. Wat gebeurt er? Ik durf niet te kijken. Je kan stoppen gewichtig te doen, Brilly. Die gemene slang daar in die boom zal niemand meer lastigvallen.
De zon gaat bijna onder over mijn briljante carrière. Daar zijn ze! Daar zijn ze! Gelukkig, ze zijn veilig. Hoera! We zijn gered! Ja! De kleuters danken u, de kinderen danken u. Maar bovenal mijn zere rug bedankt u. Hopelijk besef je wat voor domme streek je hebt uitgehaald. Dat doe ik zeker, grote smurf. Nu het voorbij is, is er echt een zware last van me afgevallen. En nu ik weer mijn briljante zelf ben, kan ik u een paar tips geven over hoe je een spannend verhaal vertelt. Het eerste waar je aan moet denken... Wat doen jullie nou? Grote, meneer de verteller, kom terug, wacht! Kinderen van alle leeftijden, kom hier, want ik heb een fantastisch verhaal te vertellen. Het verbazende avontuur van Aisha en Baby Smurf.